Aan de Rijksstraatweg van Driebergen naar Doorn ligt het landgoed Aardenburg, een herstellings- en trainingsoord voor gewonde of invalide militairen. We zijn er kort geleden op bezoek geweest. De afdeling voor mechanische therapie beschikt over de modernste apparaten waarmee spieren of gewrichten die ten gevolge van opgelopen verwondingen niet meer voldoende functioneren, weer aan het werk worden gezet. Het beleid binnen het MRC is erop gericht primair zo goed mogelijk voor onze militairen te zorgen die of gewond zijn of op een andere manier problemen met de gezondheid hebben gehad. En in het bijzonder eigenlijk met het houdings- en bewegingsapparaat. Die zit aan allebei de kanten, die kan je gewoon naar je toe trekken met deze. Ik ben ontvangen door de eerst verantwoordelijke verpleegkundige. Die heeft mij geleerd om in een rolstoel meteen zelfstandig te worden. En dat was ik absoluut niet toen ik hier binnenkwam. Zo rondjes draaien. Die arts die zei, het is een herseninfarct en u krijgt nooit uw man weer terug zoals hij was. Hij is rechtzijdig verlamd. Daarbij kon hij ook niet spreken en het was een totale afasie. Ik heb in Amerika mijn rug gebroken. Na een parachutesprong, toen ik weg wou lopen, heb ik me verstapt. Daar hebben ze me onderzocht. Dat bleek dus dat mijn ruggenwervel gebroken was, onder in mijn rug. En daar hebben ze botkanker geconstateerd. De gevolgen van de ruggenbreuk zijn dat mijn linkerbeen daardoor verlamd is geraakt. Dat is nu aan het herstellen, dus het gaat nog steeds vooruit. En dat is het gevolg wat ik direct merk van de ruggenbreuk. Met een oefening in Duitsland, een NATO-oefening, heb ik een ongeluk gehad met een jeep. Ben ik eruit geslingerd en ben ik op de rand van een sloot terechtgekomen en is mijn rug gebroken. De dokter die kwam bij me en ik had net mijn soep op en die kwam vertellen van der Velde, je zult nooit meer kunnen lopen, want je bent een complete dwarslesie. En dat was het. En toen heb ik een kwartiertje liggen janken. En toen was het over, dat had ik het geaccepteerd en er is nooit meer over gepraat. Het verblijf in het MRC. In het begin krijg je daar haast niets van mee, omdat je dat ongeluk net gehad hebt. En bij mij, of dat ik een amputatie heb gehad. Hè, dan ben je zo van de wereld dat je blij bent dat er iemand hier komt die je helpt om je te leren om weer zelfstandig te worden. Na 4 weken in het UMC geweest te zijn, dan wordt bepaald waar je gaat revalideren. Toen had ik de keuze tussen de Hoogstraat in Utrecht en ja, het MRC in Doorn. Maar mijn voorkeur was het MRC in Doorn, omdat ik wel eens kennissen bezocht had hier. En zij allemaal zo ontzettend tevreden waren. Toen Marcel overgebracht is naar het MRC, hebben we eerst nog een intakegesprek gehad. Daarna wordt je uitgelegd verschillende therapieën die ze dus doen. Dat wordt langzaam opgebouwd met rustpauzes ertussen. En ja, dat werkt perfect. Marcel kon in het begin nog niet eens in bed zitten. Dat leerden ze dus eerst en dan met de benen eruit en dan in de rolstoel. In het ziekenhuis gebruikten ze nog een tillift. Hier zeiden ze, dat hebben ze meteen niet meer gedaan. Meteen proberen of je een stapje kunt zetten. Op zich is het heel goed om in het MRC te verblijven. Het is natuurlijk wel een beetje afhankelijk van waar je ligt. In het verpleegcentrum word je meer verzorgd en heb je dus automatisch minder privacy. Als je in het paviljoen ligt, heb je meer privacy en ben je meer zelfstandig en op jezelf. De vijver was voor ons verboden gebied, want er was er eentje ingevallen en die was bijna verzopen. Maar nou hadden wij Jacob bij ons. En Jacob was niet zo heel erg snugger. Hij had van allerlei dingen al gedaan en een man of 5, 6 en zouden een wedstrijd houden wie het eerst bij het hoofdgebouw was. Jacob zou als eerste vertrekken. Maar er stond er eentje op de hoek, achter de hoek van de barak met een emmer water. En Jacob kwam de hoek op en die kreeg die emmer water vol over zich heen. En Jacob was in alle staten, want die snapte eigenlijk niet dat hij geintje was. Hij zei alleen, dit vind ik niet leuk meer, dit vind ik niet leuk meer. Zorgen dat de mensen die hier werken eigenlijk over de laatste ontwikkelingen alles kunnen vertellen. Sterker nog, ze moeten die
ontwikkelingen kunnen meenemen in hun behandelingen voor de patiënten. We hebben een uitgebreid programma. We zullen vandaag als eerste behandelen meneer Franken. Bart, jij kent betrokkenen zeer uitgebreid en langdurig. Je hebt al in het verleden wat verteld over zijn rugklachten. Het gaat een stuk beter, maar ik begreep dat hij toch nog radiculaire klachten houdt als je hem gaat belasten. Klopt dat? Ze leren je heel erg om met je handicap toch weer goed in het leven te staan. En die positieve houding, die proberen ze echt goed over te brengen op hun revalidanten. Ik denk dat je toch zo tussen de 5 en 7 contactmomenten per dag hebt. Wat elke keer een half uur is. En dan nog het eten en het drinken, de koffiepauze. Dan ben je toch aardig bezig. Dat je als militair hier door de dienst, zullen we zeggen, wordt opgevangen, is natuurlijk toch een heel belangrijk signaal. Ook voor mensen die uitgezonden worden, waar natuurlijk ook wel eens wat fout kan gaan. En als je hier kunt laten zien dat je het beste met de mensen voor hebt, en dat laten ze hier zien, dan is dat een heel belangrijk signaal voor als er iets misgaat. Ik heb hier allemaal dingen op tafel liggen waar je iets mee kunt doen, hè? Met je handen. Ik was op een middag, kwam ik onverwachts bij logopedie eerder binnenlopen. En toen was net de confrontatie van Marcel, het praten zal waarschijnlijk nooit meer op gang komen. Hij zat daar volkomen ingestort. En wij beiden dus op dat moment. Want je gaat naar een revalidatiecentrum en je verwacht wel geen 100% herstel, maar je gaat ervan uit dat je toch 80-90% beter wordt. En Marcel Kennen, die ging er helemaal voor. En dan hoor je dit en daar heb je gewoon geen rekening mee gehouden dat er soms iets niet meer lukt. Kijk, je kunt op al deze plaatjes kun je dingen opzoeken die je nodig hebt. Bijvoorbeeld die hamer. Kijk. Ik loop bij een fysiotherapeut in behandeling en daar zijn we vooral bezig met de gewrichten te mobiliseren en de techniek van het lopen weer onder die knie te krijgen. Gewrichten mobiliseren doen we om die gewrichten mobiel te houden, want als je ze niet beweegt, worden ze stijver en minder mobiel. En dat doet de fysiotherapeut dan vooral. Ik denk dat wij gelukkig getrouwd zijn. Tenminste, zo voelen wij dat zelf. Okay. We zijn gewoon blij met elkaar. En we nemen alle dingen die er gebeuren zo, en die niet naar zin zijn, dat niet zo leuk is, proberen we zo vlug mogelijk weer om te buigen. Ik kijk wel eens terug in het fotoalbum en dan denk ik, ja, dat waren toch hele leuke tijden. Ik heb een reis naar Lourdes gemaakt met twee oude Dakota's. Maar de klinknagels, zo zaten te wipperen in de vleugels. En dan hadden een hele hoop ziek werden. En dat was allemaal van Aardenburg, werd dat georganiseerd. En we hadden ook regelmatig iedere 14 dagen daar een voetbalwedstrijd in Utrecht. Oh, some comes a cripple and some comes a lame. Walking in Jerusalem just like John. Some comes a walking in Jesus' name. Walking in Jerusalem just like John. Als eerste revalidatiecentrum in Nederland, eigenlijk in Europa, gaan we gebruik maken van een fenomeen wat heet virtuele revalidatie. Revalideren in een virtuele omgeving gaat uit van het staan op een groot platform. Dat platform kan bewegen. In feite, net zoals een soort flight simulator, kan hij alle kanten op gaan. Betekent dat als je daar iemand opzet, dan kan je die plaat dat corrigeren. Dus iemand die van nature een slechte balans heeft, die de neiging heeft om te vallen, kan je op die plaat zetten en die corrigeert zo dat die valneiging teniet wordt gedaan. Dus mensen vallen niet om. 3 patiëntengroepen die we met Kern willen gaan behandelen. Die met niet aangeboren hersenletsel. Als tweede belangrijke en met name militair belangrijke groep zijn de rugpatiënten. En als laatste, ook voor militairen van belang, kniepatiënten. Stap maar naar voren. Even druk erop, kan je dat hebben. Probeer er voorbij te stappen. In 1 keer. Juist toe. Oké. Okay. Geen punt? Oké. Okay. Als je stomp toelaat, dat betekent dat ding voldoende geslonken is. Dan ga je naar de orthopedische instrumentmakerij en dan gaat men daar een prothese voor je maken. En in het begin weet je helemaal niet wat er gebeurt en ook niet hoe zo'n prothese eruit ziet. En als je het eerste gipsmodel dan om je stomp heen krijgt, je ziet het gewoon gebeuren. Hoe er een prothese van gemaakt wordt die precies om je onderbeen past of om je stomp heen past. Dat is heel apart. En daarna met een stuk ijzer eraan en daarna een kunstvoet die daarna in je schoen gezet wordt. En de hoogte afstellen. En als je dan voor het eerst probeert erop te staan, ja,
dan denk je van, nou, ik ga toch weer lopen. De communicatie tussen ons gaat soms goed en soms heel erg moeilijk. Maar Geert, je had me gebeld omdat je even langs wilde komen, omdat het niet goed gaat thuis. Kan je me daar even iets over vertellen, om het misschien duidelijk te maken? Nou, zoals je weet is inmiddels de traplift geïnstalleerd. Ja. En Marcel kan ik wel naar boven helpen. Maar als hij boven is, krijg ik hem nooit meer naar beneden. Hij maakt verkeerde bewegingen en ik doe hem pijn. Dus ja, ik zou graag willen dat er iemand zou komen om ons wat te begeleiden daarin. Ik wandel heel vaak alleen. Want Marcel wil alles graag samen doen, maar ik ben een persoon die ook wel graag dingen alleen doet. Dan mag je even je arm naar achteren. Even recht. Voet vast. Prima. Ik kan op een lichtfiets, dat is dan een lichtfiets met drie wielen, kan ik weer zelf fietsen. Want ze zetten mijn linkerbeen dan vast aan het pedaal, zodat die er niet afvalt. En dan kan ik weer gewoon fietsen door het bos, over de Sintelbaan, hier over het terrein. En bij de sport doe ik ook roeien. En dat is alles gericht om mijn been sterker te maken. Lekker rustig aan. Ik voel dan duidelijk dat ik mijn been gebruik. Vooral daarna merk ik dat het goed moe is. Spierpijn, wat je normaal ook voelt als je veel traint. Ik had mijn rijbewijs gehaald, dat was het voornaamste wat ik nog moest doen. Gerevalideerd was ik dat ik mezelf zoveel mogelijk kon helpen. De eerste keer alleen in een auto, spreksprinternieuw, alles nog stroef en alles. Maar ja, toen was er nog bijna geen verkeer op de weg in 1959. Dus ik ben vandoor naar huis gereden. Als je met één hand probeert een latje recht af te zagen, en dat vraagt gewoon toch heel veel concentratie en geduld. Dat heeft me echt heel veel goed gedaan, omdat je ook kunt zien wat je daarna geproduceerd hebt. En dan pak je weer de allerrechtste staak. Je kan je rechterhand nu gebruiken als ondersteuning tegen het schuiven van het dienblad. Wat wel positief is, dat toen Marcel hem nog niet zo lang geleden, een week of zes, voor het eerst thuis kwam met zijn scootmobiel en naar mij wees en toen op zijn scootmobiel wees, dat er in het mandje wat lag. En toen was hij naar de bakker geweest en had twee gebakjes meegenomen voor bij de koffie. Dan, als ik me dan omdraai, ja, dan stromen de tranen wel over je gezicht. Dat hij die stap toch neemt. En zo zijn er langzamerhand dus wat meer stapjes. De perspectieven zijn nu dat ik misschien weer gewoon kan lopen. Ik hoop zo ver te komen dat ik ooit weer kan gaan parachutespringen. En niet meer verstappen na het springen, nee. Gehandicaptensport heb ik heel veel gedaan. Ik was geen uitblinker, maar ik deed wel overal aan mee. MRC is een revalidatiecentrum wat laagdrempelig is, vriendelijk, doelgericht, houdt rekening met de wensen van de patiënt of de revalidant en gelukkig vaak met een heel goed resultaat. Wij hebben met de revalidantenraad het gehad over de buitenmeubelen bij de paviljoens. Dat die revalidantenraad hier op een hele positieve manier probeert om bij te dragen aan het product. Namelijk een goed revalidatiecentrum en een goed programma voor mensen die daar behoefte aan hebben proberen te maken. En dat vind ik heel dankbaar en heel leuk werk. Marcel is een enorme doorzetter. Ongelooflijke doorzetten. Ik denk dat hij anders ook niet zo ver gekomen was als hij nu is. Ik moet niet zeuren, want ik kan alles nog. En hij kan eigenlijk bijna niets meer. En dat geeft je ook wel moed om weer verder te gaan. Als militair ben ik weer begonnen op de Koninklijke Militaire Academie als docent. En ik moet zeggen dat het toch een emotionele dag voor mij was toen ik voor het eerst weer op de KMA aankwam en daar weer moest presenteren. Ik sta zowel op één als op twee poten heel stevig. Vorig jaar zijn we tot een van de beste revalidatiecentrum uitgeroepen in Nederland. Ik hoop dat we over 4 jaar, wanneer we weer getoetst worden, hetzelfde kunnen zeggen. En daar moeten we heel veel voor doen, omdat de concurrentie eigenlijk alleen maar toeneemt.